De derde tranche betaling van het Internationaal Monetair Fonds zal naar verwachting in juni plaatsvinden. Eind juni zal de regering weer aan tafel zitten met het IMF-bestuur voor goedkeuring en voltooiing van de review. Het gaat dan om een bedrag van 57 miljoen Amerikaanse dollars. Het IMF-programma behelst een totaalbedrag van 619 miljoen Amerikaanse dollars, verspreid over 12 kwartaaltranches. En het komt erop neer dat zij aangegeven hebben dat wij goed op weg zijn met de uitvoering van het programma. Hier en daar hebben we wat vertraging, maar we zijn goed op weg. En de uitkomst is dat er een staff level agreement is bereikt tussen de twee teams, het IMF technisch team en Suriname. En dat is voorwaarde om het programma verder naar de board van IMF te brengen. Dat zal, als ik me niet vergis, eind juni gebeuren. En dan keurt de board goed wat de twee teams overeengekomen zijn. En dan vindt de volgende tranche plaats. Een team van het IMF vertroefde vorige week in Suriname voor de tweede review van het IMF-programma. Uit deze review blijkt dat de fiscale en monetaire targets zijn behaald, meldt de communicatiedienst Suriname in een persbericht. De netto internationale monetaire reserve is gestaag gegroeid en bedraagt 566 miljoen US dollar. Hetgeen betekent dat er een importdekking is van 3 maanden. Ook wij geconfronteerd zijn geworden met de nadelige gevolgen van de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. En dat hebben we ook gedaan. Daar is naar geluisterd en we hebben wat zaken kunnen afspreken waar ik in een later stadium mededeling over moet doen, omdat we het nog moeten presenteren in de Raad van Ministers en het tripartiet overleg. Onder andere de verhoging van de EBS-tarieven van 25% die doorgevoerd zou moeten worden, hebben we andere afspraken over gemaakt. De internationale stijging in de olieprijs heeft grote impact op de kostprijs van brandstof en elektriciteit. De verhoging van de stroomprijs zal gefaseerd worden uitgevoerd. Er komt ook een overbruggingstarief met gratis afname tot een bepaald verbruik. Dit tarief wordt vrijgesteld van toekomstige verhogingen. Kostenbesparende maatregelen binnen de EBS zullen aan de andere kant helpen verhogingen zoveel als mogelijk te beperken. De volgende reviewmissie voor de derde review van het programma zal in augustus plaatsvinden.